Dag jongens en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ilko Gaming. We zijn vandaag terug in Minecraft Survival! Woehoe! Ik ben net hier van die bergen verpleurd. Een keer dood gegaan. En toen ben ik toch maar begonnen met opnemen. Zeg maar, nou een nieuwe aflevering. Mijn muis schijt zo af en toe mee uit. Dus als ik in één keer niet meer kan bewegen, dan het wordt tijd voor een nieuwe muis, zeg maar. En voor de verdere rest heb ik een hele hoop goede tips en hints en dingen van jullie gekregen die ik kan gaan doen. Wat is mijn huisje? Oh, daarachter is het. Als eerste. De seed. Jullie hebben heel veel gevraagd of de seed downloadbaar kan maken. Oh, creeper. En ik heb het nog beter. In plaats van dat ik de seed downloadbaar maak, heb ik voor jullie de wereld downloadbaar gemaakt. Je kunt de wereld van aflevering 5. Hallo, fucking veel creepers. Van de wereld van aflevering 5 kun je downloaden op www.ilko.tv. En ik zal kijken of ik eens in de zoveel tijd een nieuwe update van de wereld daar kan plaatsen. Zodat we iedere keer een up-to-date wereld hebben die jullie waar jullie mee kunnen spelen. Dat je in ieder geval de laatste update kan zien. Wat de wereld zelf betreft, spoil alsjeblieft nog niet te veel voor me. Opa, gaan slapen. Ik heb er nog niet al te veel van gezien. En als jullie de wereld dus downloaden en al gaan rondkijken, mag je wel gave dingen zeggen die ik in de omgeving kan vinden, maar niet te veel spoilen. Dat is een beetje de message. Voor de verder rest, wat de opdrachten betreft. Ik ga dit kleine huisje laten voor wat het is. Hoe heette dit ook alweer? Dit heet Vlophuis van Ilko. En we gaan beginnen aan... En wie zei dat nou zo mooi? Oh ja, Dark Dynamite 1, 2, 3, 4 zei zo mooi. Villa Vlop. Villa Vlop is zeg maar ons grote huis. Wat we erachter in op die bergen daar gaan maken. Daarvoor moeten we de hele handel verhuizen van hier naar daar. En gaan we dit een klein beetje laten voor wat het is. We gaan dit mooi wel hier laten. We gaan dit is een vakantiehuisje wordt dit. Waar we zo af en toe lekker naartoe kunnen. Maar we gaan daarachter een hangend huis maken. Want welke opdrachten heb ik voor jullie allemaal gehad? We hebben de opdracht gehad om een huis van stone bricks te maken. En dat was best een leuke uitdaging, maar ik vind het wel een leuk idee om er zoveel mogelijk van te maken. We hebben de opdracht gehad, en dat was van Mauro. We hebben de opdracht van Kees R gehad, de challenge om te gaan minen. Nou ja, dat moet lukken. We hebben de opdracht van Tom Hillebrand, hebben we de challenge gehad om een dak te gaan maken. Ja, hier heb ik al een dak op, maar op dat andere huis moet natuurlijk nog een dak komen. Fabrice de Boer, die gaf me de challenge om een zwembad te maken. En als we dan een villa gaan maken, hoort er natuurlijk ook wel een zwembad bij. Senne Michaels gaf mij de challenge om een groter huis te maken. Dus dit kleine huisje wordt ons vakantiehuisje. En... Oh nee, sorry. Ton van der Veen gaf de challenge voor een groter huis. En Senne Michaels had de meest gave challenge. Een hangend huis. Dus een hangend huis wat daar in die cave hangt. Dus ik zeg, we gaan hier eens kijken welke materialen we hier allemaal hebben. We gaan sowieso even een hapje eten. En dan gaan we alles meenemen die kant op. Verder kreeg ik van jullie heel veel de vraag welke texture pack ik gebruik. En de texture pack die ik op dit moment gebruik is Chroma Hills. Chroma Hills is de texture pack die ik voor deze dingen gebruik. Voor deze serie. Die vond ik wel leuk. Even kijken. Wat hebben we hier? Deze kunnen we aandoen. Wat hebben we hier nog meer? Die hebben we nodig. Die hebben we nodig. Die hebben we 1, 2, 3 niet per se nodig. Zwaard kan daarin. Laten we in ieder geval alvast eens een hoop stenen gaan meenemen. Want we moeten een begin van ons hangende huis maken. En ik denk dat we daarvoor sowieso glas hebben. Daarvoor kunnen we daarvoor gebruiken. Stenen, eggs hebben we niet per se nodig. Die ladders kunnen we wel gebruiken. Bloemen laten we nog allemaal eventjes hier. Die gaan we een ander keertje wel ophalen.
Boompjes, dirt kunnen we misschien wel gebruiken. Raw beef, gravel hebben we niet nodig. Charcoal kunnen we wel gebruiken. Misschien hebben we die alvast mee kunnen nemen. We hebben nog geen pijl en boog, maar we kunnen wel deze hier pakken. Stone slabs kunnen we ook al wel op wat meenemen. Misschien dat de fence gate ook wel handig is. En wat kunnen we daarvoor hier laten? Dit. Nou, we gaan deze spulletjes gaan we nog even hier laten. Die hebben we allemaal nog niet 1, 2, 3 nodig. Die appel kunnen we misschien dadelijk wel opeten. Botten, die hebben we ook niet per se nodig. Zo. Dan hebben we genoeg spulletjes die we mee kunnen nemen. Dit laten we allemaal lekker even hier. Als we straks moeten gaan slapen, gaan we wel terug deze kant op. Welke opdracht hadden we hier nog staan? Tweede verdieping en een paardenstal. Nou, die houden we er sowieso in. Samen met de dingen die jullie voor mij hadden. Hey! Wat doe je? Kijk, spin. Hij is dood. Hij is dood. Dag. Jij moet helemaal niet gevaarlijk zijn. Potverdorie. Nou, we kunnen ons hier wel wat koeienvlees en varkensvlees meenemen. Hoppa. Meer dan genoeg voedsel in de buurt. Oh, kunnen we hier dan niet meer bij hebben? Oké, dan niet. En op naar onze hangende huisplek ding. Een hangend huis à la Tony Stark van Iron Man. Dat is een beetje de bedoeling. Dus het moet een klein stukje daar... Hey, nog meer pijlen. Dank je. Het moet een klein beetje daarin hangen. En het moet tegelijkertijd moet het een soort van dikke villa zijn. Dus ik denk dat we het uiteindelijk zeg maar die halve heuveltop hier om gaan toveren tot nieuw huis. Dus dat is de uitdaging voor de komende 5 afleveringen. Maar de eerste uitdaging is om hier is denk ik om een klein hangend huisje te maken en dan daar te gaan zitten en plekje te hebben om onze spullen neer te leggen, misschien ook wel handig. Als we hier gewoon gelijk eens gaan graven. Hoppa. We kunnen hier, toch een weg omhoog gaan maken. Dus kunnen we maar beter gelijk doen. Hoppa, 1, 2. En dan gaan we deze kant op. Jumpy jump. Nou, we toch hier aan het hakken zijn. Hoppa. Jij weg. Jee, weer. Maak hier straks wel een nieuw trappetje. Wat mooi uitzicht op de zee zo. Flink grote zee ook trouwens. Oh, daar gaat mijn pickaxe. Shovel. Hallo Ilko, shovel heet zoiets. Dat wordt iets meer graafwerk dan. Misschien dat ik niet... misschien dat ik iets minder de heuvel omhoog moet graven. Dat ik gewoon die kant moet gaan. Dan ben ik waarschijnlijk iets eerder omhoog. Hey, toen waren we al in één keer al bovenaan. Olé. En nou willen we hier, willen we dadelijk het huis gaan maken. Oké. Hoppa, hier kunnen we nog naartoe. En dan moeten we hier achter dus ergens een ingang gaan maken naar beneden. Nou geloof ik dat we hier al ergens een gat naar beneden hadden. Kijk, deze. Als we die gewoon verder uitgraven. Of hier, wat was het? Hier was hij. Dit was het gat naar beneden. Nou, ik zeg dat we hier gaan beginnen met ons hangende huis. Het hangende huis van Ilko van het Villa Vlop. Hallo, Villa Vlop. We hebben zo'n mooie naam ervoor gekregen. Moeten we wel de naam erin houden. En dan kunnen we gelijk gaan minen. Dan padam padam. Even kijken. Dit is ongeveer het dak. Dan moeten we minimaal 3 naar beneden hebben. Dus dat is hier. En dan kunnen we zo meteen een vloer gaan maken. En ik wil eigenlijk een gedeelte van de vloer wil ik van glas gaan maken. En dan hebben we meer glas nodig natuurlijk. Want het gave van een vloer van glas is dat je er doorheen kan kijken. Tapinampadam. Even kijken. Hier zo, ja. Dit wordt zeg maar onderdeel van ons huis. Wow, dit is wel gaaf. Ik vind dit wel vet zo hier in deze grot. Even kijken, hier gaan we nog een klein stukje deze kant op graven. Dan wat verder door de berg in zitten. We willen wel proberen eigenlijk zoveel mogelijk van de berg, ja, bergachtig te houden. Ik vind het zelf altijd heel gaaf.
Toevallig dat Lars Klaas ook zei in een aflevering in zijn survival aflevering. Heel veel mensen die vernielen helemaal het land op het moment dat ze gaan bouwen. Ik vind het juist heel erg gaaf als ik zoveel mogelijk van het land kan behouden. Als ik zoveel mogelijk van het land gewoon ja, kan laten zoals het was, zeg maar. Ik vind dat gewoon gaaf. Dat houdt het heel natuurlijk. Hier om de rand heen een randje maken. We willen natuurlijk niet helemaal. Dit wordt een soort van wiede. Hoppa. Ovide en zijn vrienden. Nee, dat is weer iets anders. Dat is iets anders, Eelco. Dat is een kinderserie. Hoppa. Dan gaan we hier een mooi randje omheen maken. En dan hebben we... Hopelijk kunnen we deze oppakken. We hebben niet genoeg hout natuurlijk. We hebben Acadia Wood. Kunnen wel een workbench maken gelijk. Nou, gooi dat hout gelijk ook maar even weg. Misschien hier wat toortjes neerzetten gelijk. Voordat het hier heel erg donker is dadelijk. En dan kunnen we met deze kunnen we gelijk kisten gaan maken. Hoeveel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, doe maar. Waarom niet? De bedoeling is dat we hier straks meer dan genoeg spullen op moeten gaan slaan. Dus kunnen we die net zo goed allemaal gaan gebruiken. Even kijken, wat kunnen we hier alvast indumpen? Kunnen we hier alvast al die bloks en dingen indumpen? Die kunnen erin, die kunnen erin. De chests kunnen hier nog verder neergezet worden. Kun je hier nog een stukje uithakken misschien aan deze kant. Moet zo meteen eigenlijk wel de mijn in. Misschien dat we dat voor de volgende aflevering bewaren. Dat we eerst gaan proberen deze aflevering alvast eens een klein huis te maken. En de volgende aflevering gaan we de mijn in. Dan gaan we in ieder geval meer kool en ore en ores en andere dingen verzamelen. Dat we in plaats van stone tools ook gewoon eens een keer fatsoenlijke tools kunnen gaan maken. Nu hebben we allemaal stone tools. En ja. Is leuk en aardig, maar dat schiet natuurlijk niet heel erg op. Plus het is natuurlijk veel minder mooi. Dat is zo meteen. Voorlopig nog genoeg hout volgens mij. Dat hebben we in ieder geval niet nodig. We hebben wel meer glas nodig. Dus we moeten zo meteen toch die woestijn eens gaan opzoeken. En eventjes half leeg gaan trekken. En ik zie dat het al donker begint te worden. Dus ik denk dat we net zo goed gewoon het bed alvast kunnen gaan halen. Gaan we dit alvast allemaal hierin zetten. Stone pickaxe. Die kunnen we niet... Oh, wacht. Hahaha. Voor iedereen die dit trucje nog niet kende. Zo kan je van één pickaxe... Van twee pickaxe één pickaxe maken. Al deze spullen dumpen we hier en dan kunnen we de rest van de zooi ook meenemen. Voedsel, appeltje, als we die appel bewaren. Want ik kreeg te horen dat ik wil een stal maken en daarvoor heb ik paarden nodig. Zou ik hier in het water kunnen jumpen? Is dat sneller? Nou hopen dat het diep genoeg is. Yes! Mooi! Phew. Gaan we eventjes naar het andere huisje, gaan we slapen en dan gaan we daar weer verder. Dan kunnen we eigenlijk gelijk wel daar... ja, weet je, we gaan gelijk als we naar dat andere huisje toe gaan... Gaan we daar gelijk... creepers, spinnen, allemaal enge beesten. Terug naar het oude huis. Kunnen we het bed voor een keer meenemen naar hier. Maar we gaan eerst eventjes zand halen. En... Nou, blijf het doen, muisje. Help, ik word neergeschoten. Hallo meneer de zombie, goeiedag. Wacht, ik kan natuurlijk mijn control nou ook rennen. Ik vergeet dat iedere keer. Ik denk iedere keer dat ik dubbel moet tappen om te gaan rennen, maar... Je kunt gewoon control ingedrukt houden, Eelco. Nou, dan blijf je gewoon rennen. Is net zo handig. Bam-padam-padam. Op naar het oude huisje. Zand verzamelen. Niet neergeschoten worden door de skeletons hier. Oehoe. Hallo. Dank je voor je pijl. Alhoewel, die kan ik volgens mij niet oppakken. Slapen. En zand verzamelen. Maar we hebben volgens mij ook nog... Oh, we hebben geen shovel meer. Darn. Natuurlijk hier niet genoeg spul voor een shovel in zitten. Nope. We moeten even hout. We hebben hout en steen. Tuurlijk. Hout en steen nodig. Oké, ik dacht dat we genoeg hout hadden. Meer hout nodig. Altijd meer hout nodig. Ik moet eigenlijk ook eens een keer kijken of er niet al... waarom ben ik nog een boom aan het omhakken? Ik heb steen nodig, Eelco.
Of het niet toevallig al mods zijn, want een van de mods die ik misschien toch wel wil gaan installeren, want dat vind ik wel een hele fijne, is Timber. Timber mod is een van de mods die ik toch wel eigenlijk raar vind dat die niet al in Minecraft zelf zit. En dan niet in de trant dat je gelijk alles kan omhakken. Maar dat je gewoon de onderkant van de boom omhakt. En dat je, als je dat gedaan hebt, dat je dan gewoon de hele boom hakt. Het duurt ongeveer net zo lang. Maar uiteindelijk is het gewoon veel makkelijker dan de hele boom om te moeten hakken. Dat je gewoon de onderste ding van de boom kan blijven hakken. Ik weet niet. Ik vind dat zelf wel heel erg fijn. Deze. Eerst van hout. Die maken sticks. En twee van die erbij. Hoppa, twee shovels. En tijd om naar de woestijn te gaan. En spulletjes te gaan verzamelen. Hallo. Wauw. Ouch. Kan. Hey, hallo, dag inkvissen. Of zullen we gewoon een nieuw bed maken? We hebben hier genoeg schapen. Idee, we gaan een nieuw bed maken. Sorry, schaap, u gaat dood. Dank u voor uw wol. 1, 2. Ik weet niet, hebben we nou... Misschien dat we nou net geen 3 schapen kunnen verzamelen. Appa. Voor een glazen bodem. Flink. Dat is geen hele grote woestijn, dit... Ik dacht dat het een grote woestijn zou zijn. Nou ja, maakt niet uit. Trek hier gewoon de halve woestijn leeg. En ook hierin wil ik proberen... Kijk, op het moment dat je zeg maar die halve woestijn of beach, in dit geval volgens mij dat het meer is, ik weet niet, zullen ze hier omhoog gaan kijken, leeg trekt, is natuurlijk leuk. Maar dan ben je wel gelijk zeg maar een hele hoop natuurlijke dingen kwijt. En zoals Lars het zo mooi verwoord, is dan krijg je Greenpeace op je dak. Greenpeace vindt het niet leuk als jij hier die halve peach leeg trekt. En gewoon, meeneemt naar huis en verbouwt. En dan moet je toch wel zorgen dat het enigszins natuurlijk blijft. Dat het natuurlijk evenwicht bewaard blijft, zeg maar. Dat idee. Paardjes. Ik moet echt onthouden waar die paarden staan. Dan ga ik serieus vergeten. Als ik dat vergeet en ik moet aan jullie gaan vragen, dan moeten jullie me helpen herinneren. Hè? Zet in de comments, niet vergeten Ilko. Zet in de comments neer, niet vergeten Ilko, paarden. Paarden staan bij de mini woestijn. Dan, als ik dan de volgende keer op zoek ga naar paarden, dan weet ik tenminste waar ze staan. En dan kan ik ze gewoon gelijk weer vinden. Dan hebben jullie me geholpen? Oh, shovel nummer 2. Convenient inventory, dat is nog zo'n mod die je eigenlijk gewoon... Die had eigenlijk al 3 keer in Minecraft had moeten zitten, maar ja. Die er nog niet in zit. Convenient inventory is zo van, dan kan je je inventory heel makkelijk... Eigenlijk is het ook gewoon een client-side mod. Oftewel, je installeert hem zelf en het doet niet zo heel veel met de server. De server hoeven het niet te installeren, maar zou het heel makkelijk volgens mij gewoon in Minecraft zelf neer kunnen zetten. Dan kan je inventory sorteren en op het moment dat je bijvoorbeeld een shovel in je inventory hebt zitten en je maakt een andere shovel kapot, dan pakt die gelijk een nieuwe shovel. Die nog in je inventory zit, dan kan je gewoon verder gaan, hoef je niet de shovel te selecteren. Alleen maar onhandig. Dat maakt het Minecraft leven gewoon een klein beetje gemakkelijker. Hoppa. We gaan gewoon een hele laagje weggaan. Hoeveel hebben we al? Zo. Nou, ik denk dat we zo meteen wel genoeg hebben. Dat we inderdaad dit kunnen gaan laten verbranden. En dat we dan gewoon de mijn in kunnen om spullen te gaan verzamelen. Dat we inderdaad onze villa vlop verder kunnen gaan bouwen. Oh, nou ben ik er echt doorheen. Nou, dat is teken dat ik naar huis moet. Mooi geweest. Appa, sprintje naar huis. Misschien nog even een hapje eten. Oh, en jullie hadden trouwens nog een hele goede tip voor mij. Jullie zaten echt vol met goede tips. Ik bedoel, als je trouwens nog meer dingen van 1.7 weet, zet ze beneden in de comments achter. Want ik ben echt even momenteel... Ik voel me echt weer een Minecraft noob. Ik weet echt gewoon even helemaal niks. Ik weet echt serieus even helemaal niks. Dus als jullie nog meer goede dingen van 1.7 weten... Net zoals dat je dus inderdaad... Dat wist ik al wel dat het bij oude hoek was. Maar bloemen... Ik vroeg vorige keer, waarvoor zijn die bloemen eigenlijk? Bloemen zijn voor dyes. Kan je
wol mee kleuren of kan je een andere recepten gebruiken. En ik heb ze heel even een klein beetje door de release notes van 1.7 heen zitten kijken. En wat ik wel gaaf vind is dat ze echt heel veel nieuwe spullen toegevoegd hebben. Dat is een van de dingen die de afgelopen update volgens mij steeds minder waren. Ik had het idee dat het bij de laatste update het steeds meer ging om functionaliteit en steeds minder om eigenlijk spullen toevoegen. Terwijl het leuke van Minecraft is, je kunt zo makkelijk nieuwe spullen toevoegen volgens mij. Nieuwe bloemen, nieuwe materialen. Die ze ook bij een hele hoop mods hebben. Zeker inderdaad andere ores en van dat soort dingen, zeg maar. Net koper en zilver. Ik vind dat wel echt aan bijdragen. Ik vind er wel echt bijdragen aan. Kijk, we gaan dus even wat koeien hier slachten, want ik wil een goed armor hebben. En ik vind dat wel echt bijdragen aan de lol die ik aan Minecraft heb. Hoe meer spullen erin zitten. Het maakt ook wel wat ingewikkelder, maar ja, dat is wel leuk. Moet niet al te makkelijk zijn. Ik bedoel, het basisspel was voor mij op een gegeven moment best saai geworden. Dat is ook een van de redenen waarom ik FTB ging doen. Allerlei andere mods ging installeren. En Dino zelfs eigenlijk. Ik bedoel, dat was eigenlijk gewoon puur omdat ik het hoofdspel te saai vond. En dat hebben ze nou wel echt goed gedaan. Het is nu. En het grappige is dat het volgens mij voor heel veel YouTubers geldt. Want ik zag dat David inderdaad weer begonnen was met een survival serie. En de jongens van het gamekanaal. Nee, van het gameportaal. Zijn begonnen met een. Of in ieder geval Timo is begonnen met een survival serie. Dus een hele hoop YouTubers hebben zoiets van. Hé, hey, kijk, 1.7 is een hele leuke update geweest. Mooie, hoop leuke mooie nieuwe dingen. Nou is het wel echt weer de moeite waard om survival te gaan spelen. Om gewoon lekker inderdaad zelf in de wereld rond te lopen. David heeft het Davids avontuur genoemd. Lars is nou al. Maar die Lars is wel al eerder. Dat was echt degene die als eerste bezig was. Ik bedoel, wij zijn eigenlijk alleen maar een hoop naapers bij Lars. Lars is gewoon degene die als eerste dacht van ik ga survivalen en dat beviel goed. En toen had iedereen zoiets van hé, dat is leuk, dat heb ik ook zin, dat ga ik ook doen. Eigenlijk zijn we gewoon allemaal naapers. Gewoon hele naapers van Lars. Ik ga deze boom weghalen, die staat er weg. Iedereen probeert om die boom heen te jumpen. Ik voel me zo'n rare aap iedere keer die om die boom heen aan het jumpen is. Dank je. En gelijk nog wat extra hout. Kan nooit kwaad. Van dat mooie acadia hout. Nou, dat stuk van de boom laten we staan. Kijk, kunnen we hier omhoog. Hoppa. Kunnen we hier ergens het gat in jumpen. Moeten hier eigenlijk iets van een huisje maken. Want anders springen er dadelijk allemaal monsters in. Een huisje hier omheen bedoel ik dan. Als we hier de trap gaan maken, zo, kunnen we dat dadelijk. Of zullen we de uitgang zo recht naar achteren maken? Dat is ook eigenlijk wel vet, hè? Zo, die kant op. Of gaan we hem hier omhoog maken? Dat is ook wel. Wacht, we gaan eens even kijken, want zit hier ergens. Even kijken, wat zit het? Die kant op ergens. Zit zoals het goed is die andere mineschacht. Die twee nou aan elkaar koppelen. Dan komen we ook buiten. En dan hoeven we niet de hele berg om te. Niet de hele om te slopen. We hoeven niet de hele berg te slopen. Die kant op, stukje zo. Jij er nog uit. Meer dan genoeg steen dadelijk. We hebben ook veel nodig. We kunnen in de tussentijd, als we slim zijn, gaan we hier. Hoppa. 2-3 furnaces maken. Jullie pakken we allemaal weer terug. Furnaces. Waar gaan we jullie? Gaan we hier tussen zetten? Dat vind ik wel leuk altijd. Leuk furnaces ertussen. Waar heb ik nou mijn kool gelaten, jongens? Kool, charcoal. Oké. 1-2 daar erin. Jij daar erin. 1, 2, ik weet dat er eventueel dat te weinig is, maar dat maakt niet uit. Oh. En nog meer daar erin. Gaan wij ondertussen verder met hakken. Hey, kijk, kool. Daar hoopte ik eigenlijk op. Dat we gewoon tussendoor nog meer kool zouden vinden. Dan kunnen we dat dadelijk gewoon in de furnace stoppen. Gaat dat glas mooi verder. We kunnen een mooi glazen huis, een hangend glazen huis maken. Padam. En kunnen we misschien nog wat meer torch maken. Oh, we moeten zo meteen hier ook het bed maken. We hebben zoveel te doen.
Nou, we gaan eerst even de ingang maken. En dan gaan we volgende keer wel verder met bouwen van het huis. Hoppa. En we moeten zo te zien eerst een nieuwe pickaxe maken. Zo vervelen we ons nooit. Hoppa, hoppa. 1, 2, 3. En oedelop. Kunnen we gewoon weer verder gaan hakken hier. Deze kant op ergens. Waar is hij? Die kant. Het zit natuurlijk precies hier waar we die kool weg hebben gehakt. Darn it. Even kijken hoor. Het zat toch hier ergens, dacht ik. Waar is die uitgang nou? Dirty. Kan ik hem niet vinden. Oh ja, hier. Tada, lala. Uitgang gevonden. Wauw. Dit is denk ik niet de beste plek voor een uitgang. Alhoewel, kunnen we die kant op? Ah, weet je. Maakt niet uit. We gaan in ieder geval dit stuk van de grot gaan we er gewoon bij betrekken. En we zien wel wat we er verder mee doen. We moeten in ieder geval wel hierboven iets van een dak maken. Want anders lopen er dadelijk allemaal monsters binnen. Daar hebben we geen zin in. We hebben geen zin in monsters die allemaal binnenlopen. We zijn hier niet welkom. Monsters zijn niet welkom. Waar gaan we de vloer? We gaan een birchwood vloer maken. Een mooie, witte, fancy vloer. Kunnen we wel wat van die stenen neerzetten. Dat hebben we toch niet in nodig op dit moment. Zo. Beetje stevige ondergrond. Oh, 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 oh. Jij daar weg. Goed zo. En een birch vloer. Tada. Zo, ook hier omheen. Oh. We moeten misschien één stenen rand eromheen maken. Dat is wel mooier. Zo. Eén stenen rand eromheen. Jij nog weg. En dan zullen we eens kijken hoeveel glas we al hebben. Even kijken. 1, 2. 1, 2, 3. 4. 4 stuks, toch? 1, 2, 3. Geloof ik. 1, 2, 3, 4. Dus dan moeten er 3 overblijven inderdaad. 1, 2, 3, 4. Glas eruit. Oh, ik hoor al monsters. dat is niet goed. Hallo, dag meneer Zombie. Goeiedag. Wat komt u hier zomaar binnen wandelen? Dat is niet netjes. Dat mag niet. Dit is mijn huis. Oftewel, ga weg. 1, 2. 1, 2. La la la. Mooie glazen vloer aan het maken. Dat we hier naar beneden kunnen kijken. En wat gaan we hier doen? Gaan we hier ook een glazen vloer... We gaan hier eigenlijk een stukje naar beneden. Dat vind ik wel leuk. Dan gaan we het ook met glas doen. Gaan we ook met glas doen. 1, 2, 3, 4. Hoppa. Dat was goed, dadelijk genoeg glas. En dan de zijkant dan gaan we zo meteen nog wel even een keertje wat doen. Dit wordt wel iedere keer jump, jump, jump. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Oeh. Ik ben echt bang dat ik hier ga flikkeren zo meteen. Meer glas nodig. Dit is echt best eng eigenlijk. Iedere keer het idee dat ik erin ga flikkeren. Nou ja. Zo so be it. Pa. Daar kan nog wat meer in. Daar kan nog wat meer. Oh, nee, niet daarin. Goed zo, hier kom jij. Daar kan nog wat meer in. En de rest kan hierin. En kunnen we weer meer glas. Nog meer glas. Yeah. Hele glazen vloer hier. Kan je zo mooi doorheen kijken naar buiten. Niet heel praktisch of zo. Kan er niet echt dingen op gaan zetten. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het mooi is. Toch? Het gaat erom dat het mooi is. 4. 5. Misschien hebben we eerst even nog hier een stukje verder moeten gaan hakken. Hierboven moeten we eigenlijk ook iets van... Wat gaan we hierboven doen? Gaan we hierboven ook een glazen dak inzetten? Of gaan we hierboven een ander dak inzetten? Gaan we hierboven een stenen dak inzetten? Het is wel gaaf om eigenlijk ook een glazen dak hierboven in te zetten. We hebben een mooi licht. Oh, dat is wel fijn. Als het dan dag is, hebben we gewoon daglicht. Hoeven we niet al te veel torches erin te zetten. En als dan monsters rondlopen, zien we dat gewoon. We moeten wel de buitenste rand van dit ding nog een keertje gaan...
ons gaan maken. Hoppa. Zo. Even kijken, maar dan moeten we hier omhoog komen. Dus dan moeten we... Gaan we dit helemaal doen? Nee, ja. Nee, we gaan tot hier. 1, 2, 3, 4, 5. Zo, tot hier gaan we het zo doen. Dan is het mooi geweest. Anders wordt het wel heel veel. Hoeveel glas hebben we nog? 7. Nog een keertje 7. Nog een keertje 7. Zo. Dat is alvast een begin. En hier moeten we misschien een deur in zetten. Dan komen er in ieder geval geen monsters meer binnen. Tada! In ieder geval niet al te makkelijk. Zo, deur erin. En dan vind ik het eigenlijk wel mooi geweest voor momenteel. Hup. We hebben hier nog wat donkere plekken. Waar monsters kunnen spawnen. Hier hebben we nog een gat zitten. 2, 3, 4, 5. Oh, perfect. Er zitten geen gaten in dat we hier echt in kunnen flikkeren. Dat we in één keer naar beneden knetteren. Dat is niet handig. Nou, volgens mij hebben we hem dichtgemaakt. Ik zeg, er komen zo geen monsters meer binnen. We gaan hier nog wat verder hakken. Een beetje zorgen dat het wat beter eruit ziet. Nog wat, wat uitbreiden. We gaan de vloer hier misschien nog een klein stukje groter maken. Hier nog een stenen rand omheen maken. Maar dat gaan we volgende keer allemaal doen. Ik wil jullie in ieder geval vast bedanken voor het kijken. Dit was aflevering 6 van Minecraft Survival op Ilko Gaming. Het begin van Villa Vlop is gemaakt en ik vind dat we daarvoor wel een bordje moeten maken. Voor Villa Vlop moeten we een bordje maken. Eentje daar. Die eromheen. Drie bordjes zelfs. Hallo, dichtpin. Ja, ik hoorde jou al aankomen. Haha, ja. Je dacht mij te hebben. Hè? Dankjewel voor jouw spiderweb. Villa Vlop. Mooi, Villa Vlop. Oh, deur open. Oh, weet je wat we gelijk eigenlijk kunnen doen? Ik denk dat we die hier bij de ingang gaan maken. Het nieuwe to-do list bord ding. En het eerste was paarden plus... Oh, regel 2. Paarden stal plus... Paarden. Wat mijn eigen idee. Villa Vlop. Misschien ook wel handig. Villa Vlop maken. Maar dat zal wel een proces zijn waar we mee bezig blijven. Nog drie bordjes. Welke hadden jullie nog meer? We moeten stone bricks in ons huis verwerken. Stone bricks. Verwerken. En dat was... Mauro. We moeten minen. Zal ook wel een iets zijn wat bezig blijft. En dat was Kees R. We moeten een dak. Oh, we kunnen eigenlijk wel. We hebben eigenlijk al een dak, hè? Ah, weet je, ik zet hem er gewoon bij. Een gaaf dak. We kunnen misschien wel. Oh. Uitkijktoren. We gaan uitkijktoren. Uitkijktoren. Plus dak. Ik breid hem een klein beetje uit. Tom. Dat was Tom. Hillebrand. Hillebra. Oh. Meer. Nodig. Sticks. Nee. Hout. Waar hebben we hout? Hout. Hoeveel hout je wil hebben, Ilko? Hoppa, zo. Meer dan genoeg. Bordjes. We moeten een zwembad. Oh, zwembad vind ik zeker wel een goed idee, inderdaad. En dat was een idee van Fabrice de Boer.
Fabrice de Boer. Sorry, past niet helemaal. We hebben een hangend huis. Nou, dat stukje hebben we eigenlijk al wel. En dat was van Senator Michaels. Sorry, pas ook niet helemaal. En we moeten een groter huis. Groter huis. En dat was van Tom. Tom van der... van Tom van der Veen. Verder nog? Nee. Villa Vlop. Paardenstal. Nou, mochten jullie nog meer leuke ideeën hebben. Of challenges hebben eigenlijk. Dingen die ik moet gaan doen. Dus inderdaad de mijn. Dat minen. Of de mine in. Of proberen een... weet ik veel. Iets gaafs te vinden of zo. Laat dat beneden in de comments achter. En dan ga ik het proberen te doen. Ik ga in ieder geval... volgende keer dit huis wat verder uitbreiden en is de mine in. Maar daarvoor moeten we misschien... Nee, we moeten eerst zorgen dat we een stabiele voedselvoorraad hebben. En we hebben nu wel een hele hoop koeien erachter lopen, maar we hebben geen stabiele voedselvoorraad. Oftewel, we hebben ook nog een, en dat is er eentje van mezelf, een farm nodig. Oké, tot zover deze aflevering. Jongens, vergeet geen groen duimpje omhoog te doen. Minimaal 30 groen duimpjes. En jullie waren echt ziek bezig vorige keer. Jullie hadden 67 duimpjes, 62 duimpjes, 216 duimpjes. Maar die aflevering is voor mij echt dik erg gepromoot ofzo. Ik weet niet, maar die was echt friggin' veel bekeken, die aflevering 3. Ook dat mensen dan niet denken van, nou, dat is deze aflevering 3. Misschien dat er aflevering 1 en 2 ook nog is. En dat er nog afleveringen na komen. Nee, alleen aflevering 3 was heel veel bekeken. Daarna hadden we 27 duimpjes. Dus dat was zo van, eerst heel veel en daarna maar niks. En dat was eigenlijk ook te weinig. En daarna, maar ik denk, met de 216 duimpjes maakt het niet uit. En daarna 67 duimpjes. Dus weet je, laten we zeggen, we gaan de grens een klein beetje verhogen. Minimaal 50 duimpjes. Kom op, dat moet lukken. 50 duimpjes omhoog, jongens. Kom op, ik ga het jullie niet te makkelijk maken, hè. Ik doe er iets voor, jullie moeten er iets voor doen. Tot zover. Deze hele lange aflevering. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Bye!